als Marie Vos. Ze is weinig bekend over de familie van Marianne. Mij noemt ze wel de extra van Meeuwen. Ik was degene die altijd het materiaal, al het goud en zilver jatte eigenlijk van Marianne. En daar zelf mee rond ging lopen. Zodat het toch wel wat leek. Ik heb inderdaad, ik heb voor een profproef gereden uit Butaan, moet ik zeggen. In dit jasje, daar woont een hele koninklijke familie van Butaan. Het is zelfs mij te groot. Maar desalniettemin ben ik toch enorm trots dat ik een wielrenfiets heb en dat ik ooit prof ben geweest. Zowel de meest slecht betaalde profploeg van de wereld in Butaan. Hebben we ook geen afgevaardigd naar de winterspelen, vandaar dat ik gewoon hier kon zijn. Dus Marianne, ja, die moet dan wel gaan natuurlijk. Ik ben ook Butanees geworden. Dus je hebt natuurlijk schaatsbelgen. Nou, ik ben Butaan wielrenner, zeg maar. Dat komt eigenlijk goed. Wielren Butanen. Dus. Maar hoe je het, ja. Maar wel, ik ben in ieder geval verder dan waar jullie ooit zullen komen, jongens. Profploegje. Dus wat dat betreft heb ik daar in ieder geval al mooi voor elkaar. Maar ik maar een biertje gooien, lijkt me lekker trouwens. Bij ons wordt er ook niet gecontroleerd op wat voor vorm dan ook. We zijn ook blij dat ze überhaupt de wielrennen hebben. Dus ik weet niemand waar Butaan ligt toevallig. Nee, dacht ik al. Ik heb zelf ook even moeten zoeken. Het is een klein republiekje in de Himalaya. Dus ik was daar ook bergkampioen. Het was de enige die met de fiets de berg op ging. Dankjewel, hoor. Ja, Mark. Dus, maar ik ben hier natuurlijk niet vanwege mezelf. Ik ben natuurlijk om mijn eigen wielercarrière te vergelijken met die van Mathieu Hermans. Dan zijn we waarschijnlijk snel klaar, Mathieu. Maar ik ben hier eigenlijk vooral omdat ik een boek wil schrijven over ons Mariel. En toevallig heb ik een boek geschreven. Tegen de stroom in. En dat past ook enorm bij mij, tegen de stroom in. Het is niet alleen tegen de stroom in, ook tegen de wind in en tegen allerlei andere... Ja, natuurrampen in, zeg maar. Maar ook ik ben er gekomen op weliswaar via wat omwegen. Jij had iets meer talent. Denk ik. Maar zou je even naar voren komen? En als Koos mee wil, dan moet ik blijven staan. Oh nee, we hebben 3 stukken. Kom maar even gezellig zitten. Kom gezellig zitten. Want wie van jullie heeft dit boek al gelezen eigenlijk? Ik ken het lezen. Er zitten een paar dyslectici tussen, inderdaad. Jammer. Maar, als ik nou een boek wil schrijven over mijn zus, over ons Marianne, dan word ik een stuk dikker, want die heeft veel meer gewonnen dan jij. Dat is natuurlijk wel. Als je zo'n encyclopedie wordt, denk ik wel. Maar jij bent ook, je hebt ook aardig wat. Maar waarom een boek en waarom eigenlijk nu pas? Want hoe lang ben jij nou gestopt met professioneel fietsen? Ja, ik weet het niet. Dan kan ik even een slokje nemen, maar mag ik maar lange zin van.